Hi, leuk dat je kijkt. Ik ben Mike en dit is Met een Zachte G. Eén op de drie studenten stopt voortijdig met zijn of haar opleiding. En zo ook de gast van vandaag, Mick van Zadenhof. Met hem praat ik vandaag over hoe de invulling van zijn leven na het stoppen van zijn opleiding is. En verder zien we hoe Joël een zoete wens in vervulling liet gaan. Iris wilde namelijk graag een keer zelf chocolade maken. Dus laten we snel een kijkje nemen in de chocolaterie. Zijn we bij Russen, hè? Ja. Oké. Hey, jongens. Okay. Wat is jouw wens? Ja, ik heb een wens. Ik hou namelijk heel erg van chocola. En ik ben wel benieuwd hoe dat gemaakt wordt. Nou, laten we dan binnen gaan kijken. Ja. Wat gaan we vandaag doen? We beginnen met de basis. Dus we gaan een kuipje chocolade gieten en dan maken we een mooi vullinkje voor. En we dichten hem af, dus dan dat we het hele bommolletje hebben van start tot eind. Ik zal het kort en mondig even uitleggen. We gaan eerst chocolade tableren. Dan gaat hij in de vorm. We maken een kuipje, dan maken we de vulling. Vullen we ze en dichten we ze af. Wat heb je het liefst, melk, wit of puur chocolade? Ik zal het een stukje voordoen en dan mag jij de rest doen. Telkens even je mes. Het is even een handigheidje, maar het is niet zo moeilijk. Juist. Chocolade mag nooit warmer zijn dan 50 graden. Dus op de juiste temperatuur dan gaat hij ook krimpen en dan trekt hij los uit het vorm. Je kunt hem er zo uithalen. Zet hem op een handdoekje. Anders dan wordt hij veel te snel koud van de steen. Zo. Pak even wat spulletjes erbij. Goed opletten. Oké. Pak het polletje klaar. En je gaat hem gewoon vol gieten. Nou zit hij helemaal vol met chocola. Er komen af en toe de luchtbelletjes uit, dus dan gaan we hem even trillen zien. Ja, heel goed. Dan kun je hem omdraaien. Nou, dan leggen we hem nou op zijn kop weg. Dan kunnen we hem vullen. De vulling. Straks gaan we verder kijken hoe de chocolade uiteindelijk precies wordt zoals we hem uit de winkel kennen. Maar voordat we dat gaan zien, maken we kennis met de studiogast van vandaag. Mick, hartstikke leuk dat je er bent. Dat allereerst ook bijzonder dat je vandaag in Nederland bent ook. Want je noemt jezelf een moderne nomade, omdat je meestal in andere landen leeft, heb ik begrepen. Maar wat is een moderne nomade nou precies? Ik zie een moderne nomade als iemand die locatie onafhankelijk zijn werk doet. Ja. En om die reden de wereld over kan reizen. Je bent dus voor je werk niet gebonden aan één locatie. En waarom leent jouw beroep zich daar dan voor? Want als ik bakker ben, dan kan ik reizen wat ik wil. Maar ik moet toch ergens mijn broodje bakken? Ja, dat klopt. Ik werk zelf als online marketeer. Dus ik ben in die zin niet verplicht om in de bakkerij te blijven. En maakt dat het ook zo modern dat je online werkt? Of zijn het andere dingen die meespelen? Hoe bedoel je precies? Nou, je zegt ik werk als online marketeer. Dus ik denk, oh, is dan juist het online aspect dan zo belangrijk? Online aspect is heel erg belangrijk. Je hebt best wel veel online beroepen waarin je dit zou kunnen doen. Mm-hmm. Maar voor mij leende online marketeer zich, omdat ik daar al enigszins mee bezig was. Dus dat maakt het voor mij makkelijk. En hoe was je daar dan eerst al mee bezig? Ik had vroeger een DJ-bedrijfje, hier in Nederland gewoon. En toen moest ik voor mezelf natuurlijk al de marketing doen. Ja. Dus later besloot ik eigenlijk om dat ook voor andere DJ's te gaan doen. En op die manier rolde ik langzaam zo de online marketing in. En kwam dat ook, want je hebt hier wel een opleiding gevolgd, toch? In Tilburg ook.
Klopt. Ik heb hier op Fontys de opleiding communicatie gevolgd. Ja. En daar zat zeker een aanleiding in, want daar lag mijn interesse gewoon. Mm-hmm. Maar ook heel veel gewoon daarbuiten dat je jezelf ontwikkelt door boeken te lezen en dergelijke. En hoe was je dan maar vanuit die studie, kwam je in één keer op het idee om de wereld over te gaan reizen? Dat is eigenlijk gekomen met mijn ouders. Mijn ouders die besloten 1,5 jaar geleden om te gaan emigreren naar Frankrijk. Ja. En ja, op de een of andere manier, hun deden dat. En ik dacht, van dat inspireert mij ook wel. Gewoon de manier van het idee van je gaat gewoon leven voor de manier hoe je wil leven. In een bepaalde manier van vrijheid waar je naar op zoek bent. En daar paste mijn opleiding op dat moment niet meer bij. Ik werd daar niet gelukkig van. Nee. En ja, ik merkte dat reizen me sowieso al gelukkig maakt. Dus dan is het gewoon zoeken naar welke combinatie past daarin. En wat maakte jou daar zo gelukkig in dan? Het idee dat je iedere dag, dat je de dag niet meer leeft als een middel om naar morgen te komen. Maar om de dag zelf te leven om daar het geluk uit te halen. Dus ook met de dag leven. Nee. Dus ik kijk ook niet ver meer vooruit. Het is puur dus op het moment kijken van hey, wat vind ik tof, dat ga je doen. En die vrijheid heb je daar nu ook voor. En ja, dat maakt dat je een heel avontuurlijk leven op een gegeven moment krijgt, waar je nog nooit bij, nog nooit op die manier geleefd hebt. Ja, dat vind ik een mooie quote wel. En je zei net, ik kwam aan met een busje hier. Je reis je ook in dat busje dan de hele wereld over? Heb ik het eerste 1,5 jaar gedaan. Ja. Dat was heel erg tof, want dat busje geeft je nog meer vrijheid. Je kan letterlijk iedere dag gewoon gaan waar je heen wilt. Je hoeft nergens op te letten. Een klok heb je niet meer nodig. Ja. Maar op een gegeven moment ben ik ook met een laptop in mijn backpack letterlijk gewoon naar de andere kant van de wereld gegaan. En dat beviel me ook wel. Maar ik moet zeggen, nu ik weer terug ben hier in Europa, dat busje is toch wel erg mooi. Ah, dat vind ik wel tof om te horen. En waar ik dan ook nog over na zou denken, want oké, je zegt wel, ik werk van achter mijn laptop, maar heb je toch nog meer faciliteiten voor nodig, neem ik aan? Ja, een laptop, een wifi en een mobiel zijn handig. Een goede koffie is leuk. En eigenlijk reis je dus van wifi-spot naar wifi-spot. Ja, precies. Dat maakt dat je soms op hele grappige plekken komt. Dus zat ik in Thailand in een hostel. Op een eiland was dat. En dat hostel had een privéstrand. En dan kon letterlijk een bureau gewoon op het strand neerzetten. Had hij een stroomaansluiting gemaakt. En dan had ik daar wifi. Dus ik zat gewoon zo op het strand een beetje te werken. En dat geeft je een heel ander idee bij het vak online marketing. Nou, als ik het zo hoor, dan moet ik ook maar eens wat mee gaan doen. We gaan zo meteen verder praten over jouw leven vol vrijheid. Maar wie er ook aan het werk zijn, zijn Joël en Iris, die een lekker stuk chocolade aan het maken zijn. De vulling. We hebben een paar dingetjes voor nodig. Ik heb het al het een en ander al afgewogen. Slagroom. Dit is slagroom zonder suiker. Dus daar doen we nog een beetje suiker aan toevoegen. En we hebben vruchtenpuree van frambozen. En dan wit chocolade. En dat zorgt voor de stevigheid van de vulling. En we hebben, om een klein beetje extra smaak te brengen, heb ik vervain. Ruik maar eens, een beetje citroenachtige geur. En als finishing touch doen we dan een heel klein beetje frambozenlikeur bij. En laat hem zo even staan, tot hij een beetje kookt. Een beetje gemorst. Ja, dat is niet erg hoor. Ik ben niet zat van wallen, hè. Zo. Ja, mooi. Dan mag hij uit. Zo. Mag je deze twee mengen. Tot de chocolade helemaal mooi gesmolten is. Dan giet hij hem hierin. Onze vorm is inmiddels hard. Dit is te veel aan chocolade. Dat moeten we er even afhalen. En best wel duwen. Moeten we straks heel eventjes wachten na het vullen. Dat de vulling een beetje kan opstijven, een beetje kan stevig worden. Nou, gewoon erin spuiten. Tot net iets onder de rand. Ja? Goed spanning erop houden. Ja. Neem ze maar mee, zet hem in de groen. Zo, dan hebben we even pauze. Wat wij nu doen is, wij leggen hem nu 1,5 uur in de koelkast. Dat doe ik dan normaal niet. Ik laat hem dan in deze ruimte staan. En dan de volgende dag ga ik hem pas afstrijken. Om lang te houden voor de bonbon is beter als je hem even de rust geeft dat hij opstrijkt. Dus net als net, alleen in dit geval even een dunner
dunne straaltje eroverheen. Dan leggen we ze nog even in de koeling. Kom maar even mee. In principe zijn ze los, dus als ik nou gewoon zo tik, dan vallen ze er allemaal uit. Oh. Doet beter dan mij, want ik sla ze kapot. Allemaal liefde. Mooi. Nou, ik vond het super leuk. Graag gedaan. Nou heb je een keer gezien hoe dat het in het echt gaat. Ja. Mag ik je ontzettend bedanken voor je gastvrijheid hier zo. En natuurlijk om te laten zien hoe echte ambachtelijke bonbons worden gemaakt. Ik geef deze met jullie mee. En heel veel succes. Dankjewel. Ja, en van de twee doosjes waarmee ze wegliepen zijn er nog twee bonbons over. En die heb ik hier. En Mick, aan jou de eer om een van de laatste twee te proeven. Oh, dat meen je. Lekker. Ik zal zelf ook een hapje nemen. Ik ben benieuwd wat het... Goeie stuff. Ja, het is framboos of zo, denk ik. Een beetje, ja. Maar lekker. Ja, zelf gemaakt? Nee, ik heb niet zelf gemaakt. Dat hebben Iris en Joël hebben dat gedaan. Maar goed, dat mogen ze vaker doen. We hebben het net gehad over jouw reizende bestaan. En daar heb je ook een mooi liedje over. We hebben een microfoon voor je klaargezet. Ik zou zeggen... Super. Take it away. Dank je. It's a mystery to me. We have agreed in which we have agreed. And when you think you had one more than you need, till you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. Than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy Andy, hope you're not lonely without me. Ja, dat is over. Supermooi, kerel. En dat doe jij bij het kampvuur of versier je de vrouwen mee? Nou ja, met ukulele kun je hele leuke dingen doen. En het leukste vind ik altijd als je dan op een kampvuur zit. Ja. En je spreekt met iemand. En dan vraagt diegene een persoonlijk verhaal te vertellen. Nou, dan ben je vaak een half uur verder. En dan maak ik daar een liedje over. Oh, en echt? Dan, je schrijft ook zelf? Ja. Oh, wat vet, man. Dat, deed je dat ook al toen je nog in Nederland was? Of is het echt in jouw reizende bestaan zo? Nou, met name in het reizen vind je meer inspiratie. Dus het was makkelijker om dingen te gaan schrijven en te bedenken. Ja, dat begrijp ik. En tijdens het reizen, denk je dan ook nog wel eens terug aan Tilburg? Tilburg. Ik denk wel eens terug aan mijn tijd hier. Maar met name dat ik dan wel heel blij ben dat ik de keuze heb gemaakt. En dat ik ook geen spijt hoef te hebben, denk dat ik de opleiding hier heb afgesloten. Omdat ik wel het gevoel heb dat ik uiteindelijk goed terecht ben gekomen, zeg maar. Ja, dat is mooi dat dat gevoel goed is. En, maar als je nou één ding zou zeggen, dit mis ik echt aan de stad, wat zou dat dan zijn? Ja, dat zou dan toch de campus zijn. Ik bedoel, dit is wel waar ik mijn tijd dan hier met name door heb gebracht. En ik zie nu ook dat er een nieuw gebouw bij gebouwd. En ik heb wel het idee, het gaat wel lekker door. Het ziet er mooi uit. Ja, nou, en er komt nog een nieuw gebouw bij binnenkort. Ja? Dat weet ik toevallig. Ja, dus het blijft groeien. Mm-hmm. En heb ik tot slot nog één vraag aan jou. Wat wil jij later worden? Reis je over 10 jaar nog steeds de wereld rond? Of hoe moet ik dat voor me zien? Dat zou allemaal kunnen, daar heb ik niet echt een beeld over. Ik kijk ook niet heel ver vooruit, omdat ik echt met de dag leef. Maar als ik dan kijk van wat wil ik later gaan doen... Nou, nu ben ik bijvoorbeeld een boek aan het schrijven. Ja. Bezig om trainingen te organiseren voor andere mensen die op die manier willen gaan reizen. Dus je blijft wel lekker doorgaan eigenlijk. En het is ook leuk, je hebt allerlei dingen die je kan gaan doen. Maar het is allemaal in het creatieve spectrum. Dat is wel één ding wat ik zeker weet.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe het je verder afgaat. Ik wens je in ieder geval het beste en al het reisgeluk. En heel leuk dat je hier vandaag was. Ja, dankjewel. Voordat we gaan kijken naar wat de mensen in Tilburg graag later willen worden, neem ik afscheid van jullie. En waar we de hele uitzending hebben gehad over de reizende Mick, is het ook voor mij tijd om op reis te gaan. Het komende jaar ben ik namelijk even niet in Tilburg, maar in andere delen van Nederland om een stage en mijn minor te volgen. Dus dit was voor mij de laatste uitzending van Met de Zachte G. Ik heb er ontzettend van genoten en ik wil iedereen die het afgelopen jaar heeft meegewerkt aan het programma bedanken voor alles. Ik blijf het programma volgen via Facebook en Instagram en ik hoop dat jullie dat ook doen. Volgende week gewoon weer een nieuwe uitzending, maar ik zie jullie over een jaartje pas weer. Groetjes! Ik ga denk ik op de bouw werken, man. Dat was het. Nou, ik ga zo meteen, straks als ik thuis ben, ga ik mij gaan aanmelden voor het Helicum, die zit daar. En daar wil ik iets met jongeren later doen, omdat ik zelf op dit moment ook niet zo'n prettig jongetje ben. Kijk, later de kinderen, de jongeren helpen die zeg maar met hetzelfde probleem als mij zitten. En dan ga ik op het Helicum doen.